voor alle duidelijkheid, de nu volgende truc, doe een geheel geblinddoekt. Dus dat hij wel de moeilijkheidsgraad beseft, geheel geblinddoekt, voert de truc uit. Zie je wel? Had u door dat ik aan het goochelen was? Dat is namelijk meestal niet duidelijk. Dingen uitbeelden kan ik ook, dingen uitbeelden. Zie je, heb ik een pantomimespeler uitgebeeld. Imitaties kan ik ook. Imitaties, ik kan Toon Hermans imiteren. Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Toon Hermans. Doe ik allemaal live imitaties. Playback kan ik ook. Ik heb een tijdje gewerkt op de hoorspelafdeling van de AVRO. En u kent het wel, hoorspel. Tuinman Robert Paul. Butler Robert Paul. Commissaris Robert Paul. Robert Paul Donald en Marcas. We waren een keer bij de AVRO het grindpad kwijt. En nu is een grindpad het geluid bij een hoorspel. En Robert Paul was er ook nog niet. Dus we zaten helemaal zonder geluid. Het enige geluid dat er nog was, was het geluid van de telefoon. Ik denk, ja, gooi overal maar geluid van de telefoon in. De commissaris stapt uit zijn auto. De commissaris loopt over het grindpad. De commissaris opent het tuinhek. De commissaris loopt naar de voordeur en belt aan. Ik denk, hé, het geluid van de deurbel is er weer. Nee, bleek dat er echt iemand aan de deur was. Dus ik doe de deur open, staat er Robert Paul. Ik zeg, Robert, jij hier? Hij zegt, ja, ik probeer al een half uur te bellen. Ja. Dames en heren, oerwoudgeluiden, Robert Paul. Robert, kom er maar in. Wij horen hier de koekoeksbloem, de passievrucht. Ik wil zeggen dat ik me voor 1000% aansluit aan wat mijn vrouw net gezegd heeft. En een verdwaalde anjer. All my money, die sit in een echo-apparaat. Kijk, dit is dus typisch playback wat ik u liet horen. Nu kan ik ook live. En live is weer een slag moeilijker dan playback. Ik zal het demonstreren aan de hand van dit orgel. Uit de orgel komt het volgende geluid. Druk ik een verkeerde knop in. Heb ik mij ook altijd al afgevraagd waarom men verkeerde knoppen op je apparaat maakt. Maar komt dat nog akelig precies met die apparatuur, hè? Ja, ik kan natuurlijk ook kunnen gaan spelen met de stekker eruit, maar wie luistert er nou naar een orgel waar geen geluid uit komt? Ja, een doof iemand. Ik kan natuurlijk ook gaan playbacken, maar dat is mij te makkelijk. Live is moeilijker dan playback. Ik zal het dus demonstreren aan de hand van dit orgel. Uit de orgel komt het volgende geluid. Dus laten we maar zeggen, dit is live. En dit is playback. Zie je, en nu schijnt dus dit. Dat schijnt moeilijker te zijn dan daar. Nog een voorbeeld.
uit de orgel komt zoals u onderhand wel weer het volgende geluid. Heb ik opgenomen op de cassette, dan klinkt het als volgt. Zie, nu is dus dit live en dat playback. Waarom weet het niet, maar volgens Jacques Ancona is dit moeilijker dan dat. Dan nu, live. Toch maar eerst een liedje, playback. Playback. Zie, nu is dus dit, is playback, hè, en dit is live. Dan nu. Live, een lied aan het orgel. Nu vermoed ik eigenlijk dat u niet zeker meer weet of dit echt live is of playback. Tenminste, daar gok ik nu wel op. Ik kan u verzekeren, dit is echt live. En indien u mij niet gelooft, dan bent u toch wel met me eens dat dit... verdomd knap geplaybacked is.